Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom bij de Transo Zorgsalon, waardering van ervaringskennis en samenwerking in de verslavingszorg en het jongerenwerk. Fijn dat u er allemaal bent, weliswaar nog online, we hadden het online voorbereid en omschakelen was een beetje ingewikkeld, maar dit kunnen we ondertussen ook en ik vind het toch ontzettend fijn dat u met zo'n grote vertaler achter het scherm zit, wat ik niet kan zien, maar straks in de discussie hoop ik u beter te leren kennen. Mijn naam is Dieke van der Meen, ik ben voorzitter van Transo en ook voorzitter van deze zorgsalon vanmiddag. Waar gaan we het over hebben? Het jongerenwerk, de verslavingszorg en ook de jongeren in de verslavingszorg. Ontzettend belangrijk om de jongeren een plek te geven in onze samenleving en ook om die te begeleiden en participatie te bevorderen. We gaan het vanmiddag hebben over de samenwerking binnen die verslavingszorg en het jongerenwerk en tussen de verslavingszorg en het jongerenwerk. En vooral de bijdrage die ervaringskennis daaraan levert. Hoe gaan we dat doen vanmiddag? Ik heb eerst een hele korte inleiding over wat nou een Transo Zorgsalon is en waar u eigenlijk vandaag virtueel te gast bent. Sommigen van u zijn er heel vaak, die kennen dat, voor anderen is dat nieuw. Dat zal ik heel kort toelichten. Dan hebben we 3 sprekers vanmiddag. Dat is Jolanda Zonneveld, ik zal je straks, als jij het woord krijgt, nader introduceren. Katie Eppenhoff en Hendrik Harteveld. Wat ga ik verder nog vertellen? We hebben ook nog een moderator, Rob Bovens. Ik weet niet of de camera daar even naartoe kan. En die gaat mij straks bijstaan in de discussie die wij gaan houden de tweede helft van de middag. We beginnen ongeveer met 3 keer een kwartier, 20 minuten inleiding. En dan gaan we direct over. Dan hebben we ongeveer 1 uur de tijd om met u in discussie te gaan en van gedachten te wisselen, vragen te stellen aan de sprekers. En misschien hebben die ook nog wel met elkaar wat te bespreken. Ik ga eventjes kort wat toelichten. Wat is Transo? Transo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn aan de Universiteit van Tilburg. En onze missie is het verbinden van wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn. En in de zorgsalons die wij 3 keer per jaar of 4 keer per jaar organiseren, proberen we altijd de perspectieven van de praktijk en de wetenschap en de cliënt, de burger, de patiënt, de jongeren tot zijn recht te laten komen. Wat is ons doel? Wij willen altijd in co-creatie met de praktijk werken aan kennisontwikkeling en kennisuitwisseling. En daarmee willen we evidence-based werken in de zorg en welzijn bevorderen. Wat heel belangrijk is, is dat wij altijd werken vanuit de 3 kennisbronnen. En die we ook in deze zorgsalon een plek bieden. Dat is de professionele kennis, dus de kennis van degenen die in de praktijk werken. De kennis van de zorgvrager, dus dat is de consument, de burger, de cliënt, de patiënt, de jongeren in dit geval. En de wetenschappelijke kennis. 3 verschillende kennisbronnen, maar wel, ze zijn allemaal anders, maar wel gelijkwaardig. En we hebben ze alle 3 nodig om stappen te kunnen zetten in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. We doen dat via academische werkplaatsen. Dat zijn duurzame samenwerkingsverbanden tussen Transo of de universiteit en praktijkinstellingen. En binnen zo'n werkplaats wordt dus gewerkt aan innovatie van de zorg. Binnen de zorgsalon zijn er altijd minstens 2, soms 3 academische werkplaatsen die verbonden zijn. En in dit geval is dat de academische werkplaats sociaal werk en de academische werkplaats verslaving. Science practitioners zijn daarin heel belangrijk. Dat zijn de levende bruggen tussen de wetenschap en de praktijk. En dat zijn mensen die in een zorginstelling werken of in een andere praktijkinstelling. En ook minstens 1 dag in de week onderzoek doen binnen de universiteit. Wat heel belangrijk is in die samenwerking is dat we langdurig samenwerken. Het kost tijd, dus we zeggen altijd met elkaar gaan we dat minstens 5 jaar doen. Het is volstrekte gelijkwaardigheid tussen de praktijkpartners en de universiteit. En wat heel belangrijk is, is de persoonlijke contacten op alle niveaus binnen de organisaties. Dus de mensen die het doen, de bestuurders, de managers, die moeten elkaar kennen en allemaal commitment geven aan deze manier van werken. We hebben 10 academische werkplaatsen en een kennisnetwerk, die staan hier opgestomd. Ik zal het niet allemaal doen, maar dat zijn verschillende doelgroepen en verschillende sectoren binnen de zorg. En dan gaan we nu over naar
het onderwerp van vanmiddag, de presentatie van Jolanda. Jij bent docent bij de Hogeschool van Amsterdam en een van onze science practitioners, dus jij werkt bij Transo aan jouw promotieonderzoek. Dus ik wil jou nu het woord geven. Dank je wel. Mag deze hebben en je hebt je eigen microfoon. Die doet het als het goed is. Ja. Ja, goedemiddag allemaal. Leuk, bedankt voor de uitnodiging om hier wat te vertellen over mijn onderzoek. Ik ben inderdaad sinds 2018 verbonden aan Transo bij de Academische Werkplaats voor Sociaal Werk. En daarnaast werk ik bijna 14 jaar voor de Hogeschool van Amsterdam. En daar ben ik altijd al bezig met onderzoek naar het jongerenwerk, samen met heel veel praktijkorganisaties die jongerenwerk uitvoeren. En onze missie daarbij is eigenlijk altijd om de praktijk van het jongerenwerk ook verder te versterken. Ik hoop mijn promotieonderzoek voor de zomer af te ronden. En een van de deelstudies daarin is eigenlijk dat ik heb gekeken van, nou, wat is nou de bijdrage van het jongerenwerk voor jongeren die in specialistische jeugdzorg zitten, waaronder ook verslavingszorg. En over dit onderzoek zou ik vandaag wat uitkomsten willen delen. Overigens, wat ik vertel heb ik dus ook uitgewerkt in een artikel. Dat verschijnt in het Engels in het proefschrift, maar dat is ook in het Nederlands te vinden in het tijdschrift Jeugd in Ontwikkeling. Ik ga eerst heel even kort vertellen van wat is professioneel jongerenwerk. Ik heb niet echt een idee wie er allemaal thuis aan het kijken is. Misschien ken je het jongerenwerk heel goed, maar misschien ook helemaal niet zo. Dus het is altijd even goed om te vertellen wat professioneel jongerenwerk is. Nou, in het plaatje is te zien dat het niet iets is wat we sinds kort doen, maar dat het jongerenwerk een vak is wat al meer dan 150 jaar bestaat en zich door die tijd heen heeft ontwikkeld. En belangrijk is dat het jongerenwerk gepositioneerd is in de vrije tijd van jongeren. Dus jongerenwerkers zijn actief in het domein van de vrije tijd, naast dat je het domein van het gezin hebt en het domein van het school. Ze zoeken jongeren dus op plekken waar ze zijn in hun eigen leefwereld. En dat kan zijn op straat, bij winkelcentra, in jongerencentra, op allerlei plekken waar jongeren zijn, zijn ook vaak jongerenwerkers te vinden. En dat is sinds kort ook steeds meer op scholen. Op VO-scholen zie je ook steeds meer jongerenwerkers in de pauzes op de schoolpleinen rondlopen. En de primaire doelgroep van het jongerenwerk zijn jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Dus dat zijn jongeren die vaak niet de steun of de mogelijkheden, middelen hebben om zich in volle potentie te kunnen ontwikkelen. En dat is de doelgroep waar het jongerenwerk zich op richt. En waar dus een aanbod voor jongeren is te vinden in de wijk. En het wordt uitgevoerd door beroepskrachten die vaak ook een opleiding kunnen volgen op de hbo's, de opleiding sociaal werk of op de mbo's. Naast professioneel jongerenwerk is het goed om te weten dat er ook wel vrijwillig jeugdwerk bestaat. En dat jongerenwerkers die als professioneel jongerenwerker werken vaak ook samenwerken met heel veel vrijwilligers in het jongerenwerk. En tot slot, de inzet van het jongerenwerk is altijd bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke participatie van jongeren. En door onder andere het onderzoek waar ik afgelopen jaren mee bezig ben geweest, samen met heel veel praktijkpartners, hebben we ook steeds meer inzicht in dat het jongerenwerk dus een bijdrage levert aan een vrij brede groep van jongeren die opgroeien in kwetsbare situaties. Naar aanleiding van dit onderzoek, dus van wat is nou de betekenis eigenlijk van jongerenwerk voor jongeren die in specialistische jeugdzorg zitten, is voornamelijk natuurlijk ook de financiële druk en de toenemende wachtlijsten van jongeren in de jeugdzorg. Nou, dat is bij jullie wel bekend, er is natuurlijk ook veel over te lezen in het nieuws. De jeugdzorg staat onder druk. Dat is niet alleen omdat meer jongeren problemen ontwikkelen en daardoor jeugdzorg nodig hebben. Maar dat we ook zien dat als jongeren eenmaal in de hulp zitten, soms ook lang afhankelijk blijven van de hulpverlening. Dus dat de uitstroom van zorg lastig is. En dat heeft er ook vooral mee te maken dat vaak een steunend sociaal netwerk ontbreekt voor jongeren. En we weten uit steeds meer onderzoek dat eigenlijk belangrijk is dat jongeren een steunend netwerk om zich heen hebben, informele steunbronnen. Want die steunbronnen hebben positieve invloed op de gezondheid, het welzijn en het volhouden van positief gedrag van jongeren. Dus dat was voor ons belangrijke aanleiding om eens te kijken van wat is nou de betekenis dan van het jongerenwerk in de wijk, dicht bij de jongeren,
voor jongeren die zeg maar al in jeugdzorg zitten. Want we weten ook dat jongeren die in het jongerenwerk komen, dat zijn ook jongeren die jeugdzorg ontvangen. En zou het jongerenwerk daarmee dus ook verantwoorde alternatieven kunnen bieden om de uitstroom uit de zorg ook verantwoord, ja, zo verantwoord mogelijk te maken? Nou, dus de onderzoeksvraag voor dit onderzoek was eigenlijk: op welke manier kan het jongerenwerk van betekenis zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, het herstel en versterking van de maatschappelijke participatie van jongeren? We hebben specifiek gekeken naar 16-plus jongeren die specialistische jeugdhulp ontvangen. En dat specialistische jeugdhulp, dat kan in de GGZ hulp zijn, verslavingszorg, waar we vandaag vooral de nadruk op leggen, pleegzorg, reclassering. En we hebben wat verkennend onderzoek gedaan, omdat we er ook nog niet zoveel over wisten. Dus we hebben vooral gesprekken gedaan met jongeren die dus specialistische jeugdhulp krijgen en daarnaast in het jongerenwerk komen. Met jongerenwerkers en met jeugdhulpverleners. En voorkeur was om eigenlijk te kijken van dat die drie verschillende respondenten zeg maar ook elkaar weer kenden. En dat hebben we in verschillende gemeenten bekeken. Nou, dat heeft geresulteerd eigenlijk in een overzicht van eigenlijk 5 groeikansen of ontwikkelmogelijkheden dat we zien dat het jongerenwerk biedt aan deze jongeren. Die wil ik graag even watjes doornemen kort. Ten eerste is dat we zien dat het jongerenwerk, of jongerenwerkers met name, voor deze jongeren toegankelijke gesprekspartners zijn. Wat ik net al zei, ze zoeken jongeren op in hun leefwereld, laagdrempelig, informeel, dus ze maken heel makkelijk contact. En door dat contact en die relatie die ze dan opbouwen, komen daar vaak gesprekjes over en gaan jongeren ook hun problemen of zorgen op een gegeven moment delen. En daarmee is het jongerenwerk een belangrijke, ook een serieuze gesprekspartner vaak voor jongeren om het te hebben over die problemen. En kan het jongerenwerk jongeren ook op die manier toeleiden, motiveren om daarbij hulp te zoeken en ook ontvankelijk te maken voor hulp. Het zijn vaak ook jongeren bij die veel weerstand hebben om naar hulp te gaan, hulp te zoeken. Dus daarin is het jongerenwerk een belangrijke partner om die brug naar hulp te vinden. Ten tweede zien we dat het jongerenwerk voor deze jongeren een omgeving biedt waar zij sociale contacten vinden, kunnen opbouwen. Met name voor jongeren die of in een isolement zitten of bijvoorbeeld een tijdje ergens in een kliniek hebben gezeten, een tijdje uit de wijk zijn geweest en weer terugkomen, dat het jongerenwerk voor deze jongeren vooral een plek kan zijn waar ze nieuwe vrienden kunnen maken, waar ze lol kunnen hebben, leuke dingen kunnen doen, maar ook waar ook ruimte is om over hun kwetsbaarheden te praten. Daar heb ik eigenlijk een citaatje ook even bijgezet, waarin de jongere vertelt van dat hij eerder naar een kliniek ook is geweest, dus dat daar ook werd gehamerd op bepaalde deel te nemen aan bepaalde praatgroepen, daar niet zo enthousiast van werd, maar dat juist het jongerenwerk, die groep waar hij daarin is gekomen, een plek is waar hij zich heel comfortabel voelt. Gewoon een fijne plek is om te zijn. En dat horen we van meer jongeren, dat jongeren daar de herkenning en erkenning ook bij elkaar vinden. Derde zien we dat het jongerenwerk voor de jongeren een omgeving is voor zelfversterking, dat ze ook kunnen kijken van waar hun interesses liggen, dingen doen die ze leuk vinden, met nieuwe dingen in aanmerking komen, nieuwe mensen leren kennen. En dat het jongerenwerk is natuurlijk heel erg ontwikkelingsgericht en is niet zo gefocust op de problemen die er zijn, maar vooral de kansen en de mogelijkheden ook zijn en daarmee aan de slag te gaan. En dat biedt ook voor jongeren echt een plek waarin ze zichzelf weer verder kunnen ontwikkelen. Ten vierde zien we dat het jongerenwerk een omgeving is waar ze hun maatschappelijke participatie kunnen vergroten. Ook als ze daar zeg maar kunnen oefenen met nieuwe verantwoordelijkheden aangaan. En juist jongeren die alweer wat verder zijn, nieuwe verantwoordelijkheden aan durven gaan. Dat ze dat daarmee kunnen oefenen in bijvoorbeeld een jongerencentrum door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. En daarmee eigenlijk een opmaatje kunnen zijn om ook weer te beginnen met een opleiding bijvoorbeeld of werk te vinden. En de laatste is dat we zien dat het een brug naar zelfstandigheid is. En dat gaat er eigenlijk over van als jongeren ook eenmaal zorg een beetje minder kan worden afgeschaald. Zelf weer hun zaken moeten gaan regelen, dat het heel fijn is als ze een plek hebben dichtbij, laagdrempelig, waar ze even kunnen binnenstappen, waar ze mensen kunnen vinden, waar ze dingen aan kunnen vragen. Als het even tegen zit, als ze even een moeilijke keuze moeten maken,
dat daar een plek is waar ze die steun kunnen vragen om de dingen zelf te doen, de eigen verantwoordelijkheid te pakken. Daar hebben we ook nog een citaatje bij. Ik ging daar gewoon naartoe om dus te kijken, omdat ik het net terugkwam uit de kliniek en ik heel veel nieuwe dingen moest gaan opbouwen. Dus vaak moeten ze ook weer hun leven opbouwen en is het heel fijn als je een plek hebt waar je die steun en die support even kan vinden. Ik heb een aantal punten van wat wordt er nou ervaren als betekenisvol. Dus wat geven vooral jongeren ook aan wat ze daarin fijn vinden, die plek in dat jongerenwerk. Dat is ten eerste dus die aansluiting bij de leefwereld en ontwikkelbehoeften. Daar hebben we ook net al wat over gezegd. Dus dat de jongerenwerkers toch heel erg kijken van waar hebben de jongeren zelf nu behoefte aan? Wat willen ze leren? Wat zijn de kansen en mogelijkheden? De nabijheid die ze daar vinden. Dus eigenlijk ook de persoonlijke herkenning in anderen, persoonlijke overeenkomst in het contact met anderen. Dat kan zijn de jongerenwerker, maar dat kan ook zijn met andere jongeren die daar komen. Dus die herkenning en erkenning in de omgang met peers. Het is laagdrempelig, toegankelijk, wat het makkelijk maakt om daar te zijn, te komen, dingen te delen. En wat professionals eigenlijk aangeven, jongerenwerkers en jeugdzorgprofessionals, is dat die afstemming tussen professionals ook heel erg belangrijk is, die samenwerking daarin. In hoeverre, als ze elkaar weten te vinden en korte lijntjes met elkaar hebben kunnen afstemmen in hoe ze een jongere de ontwikkelkansen kunnen bieden, de steunbronnen eigenlijk om de jongeren heen kunnen vergroten via die plek in het jongerenwerk, dan kan dat voor een zorgprofessional ook zijn van, dan kan ik het iets loslaten. Heb ik iets minder contact met de jongeren, maar wel dat korte lijntje van als het dreigt mis te gaan of als het nodig is, dan ben ik daar. En we zien tegelijkertijd ook dat daar nog veel te winnen is als het gaat over de samenwerking tussen de professionals, dus tussen zorg en welzijn. Volgens mij ben ik er. Hier heb ik ook nog twee citaatjes bij. Even te zien. Mijn laatste sheet. Hier is nog even wat meer over het lectoraat waar ik voor werk. Dus wat gericht is op versterking van het jongerenwerk. En partners die daarbij betrokken zijn. Dankjewel. Zit ik goed in de tijd? Ja. Ja? Fantastisch goed in de tijd. Dankjewel Jolanda voor deze mooie inleiding. Ik wilde even tijd voor echt feitelijke vragen. We willen echt discussie vragen, maar iets wat onduidelijk was of wat iemand niet helemaal begrepen heeft, dan hebben we daar even tijd voor. Dus dat kunt u dan in de chat nog typen. En dan gaan we de discussie pas ook na de twee andere sprekers doen. Ik heb al één vraag beantwoord, ja. Dieke, dat de presentaties inderdaad beschikbaar gesteld worden. Want het was gelijk een vraag die kwam. Dus. Ja, heel goed. Tenminste, daar ga ik vanuit dat jullie het goed vinden dat de presentaties beschikbaar worden gesteld. Ik zie geen verduidelijkingsvragen in de chat verschijnen. Dus dan het was ook een heel duidelijk verhaal. Dus, dan wil ik graag het woord geven aan Katie. Katie Eppenhof, jij bent jongerenwerker bij... Had jij een presentatie? Of, Die gaat niet door. Nee. Nou, bij Renewed, en dat is, ik ben jongerenwerker, dat is een organisatie die werkt in Tilburg in de wijk Reeshof, als ik het goed heb begrepen. Daar ga jij ons in meenemen. Je bent daar jongerenwerker. Ik heb begrepen dat je ook ervaringskennis hebt, dat je dat ook heel goed kan gebruiken in dit werk. Dus ik wil jou graag het woord geven om ook dat perspectief van de jongerenwerker op het thema van vanmiddag toe te lichten. Ja. Dankjewel. Ik ga even staan nog. Hoi, ik ben Katie. Ik ben jongerenwerker bij Renewed. Dat is het jongerenwerk in Tilburg. Waarbij ik dan ook echt jongerenwerker ben in de Reeshof. Ik focus me echt op allerlei dingen. Ik kom jongeren tegen met verhalen op allerlei leefgebieden en thema's. Maar vandaag wil ik jullie meenemen in een aantal voorbeelden van mijn werk. Waarbij ik een verdeling heb gemaakt in laagdrempelige hulp, langdurig en verbinding. Ik ben nu 10 jaar jongerenwerker, waarvan ik 5 jaar geleden een scholing tot ervaringsdeskundige heb gedaan. Als jullie daar iets over willen weten, mag je me alles vragen. Ik heb geen presentatie gemaakt, dus ik kan helaas ook niet gestuurd worden. Maar ik denk dat dat ook niet nodig is als het voorbeelden betreft. Als het gaat om laagdrempeligheid, als jongerenwerker ben ik dagelijks in de wijk te vinden.
Dat houdt in ontmoetingsplekken waar jongeren komen, in het jongerencentrum, op de koffie bij een bewoner, op school. Ik kom eigenlijk op alle plekken waar ik ook jongeren tegen kan komen. Even een voorbeeldje. Ik kom bij een middelbare school. Daar kom ik elke week en daar stonden jongeren voor de deur een sigaretje te roken. Nou, ik ben al inmiddels al even gestopt met roken, dus ik zei van, ga jullie niet stoppen? Dat is toch onbetaalbaar in deze tijd? En we kregen een heel gesprek over die sigaretten. Vervolgens zei, doen jullie ook wel eens jointjes roken? Dus ik keek echt zo van, moeten we dit vertellen, ja of nee? Uiteindelijk vertelden ze me dit en we kregen een heel gesprek over of ze thuis mochten blowen of dat ze dit op straat deden. En vanuit deze, ja eigenlijk gewoon vanuit goeiedag, kregen we een heel gesprek over, is het nou goed om thuis te blowen? Of kun je beter gewoon in de wijk blowen? Als je ouders het oké vinden, is dat dan eigenlijk goed of slecht? Zou je dan meer blowen of juist minder? En eigenlijk vanuit heel laagdrempelig insteken en gewoon zijn waar de jongeren zijn, kregen we hele gesprekken met jongeren over hun middelengebruik. In een ander gebied waar ik gewerkt heb, gingen wij ook regelmatig met een ervaringsdeskundige de wijk in. Ik weet nog wel dat de jongeren die vonden altijd zo leuk. En ja, die was dan in hun hoofd 100 keer erger dan dat zij ooit zouden worden. Maar ze durfden, omdat het een ervaringsdeskundige was, wel ook alle vragen te stellen. Dus die je niet zo snel thuis aan je ouders vraagt of aan een hulpverlener of op school, omdat je bang bent wat daar de gevolgen voor zijn. Dus ik vond dat wel echt een hele fijne samenwerking. Dat deden we soms gewoon op straat, maar we namen ook wel eens een bus mee. Die zaten met z'n allen in de bus en dat ging eigenlijk gewoon heel erg vanzelf. Ik denk dat die laagdrempeligheid nodig is om het vertrouwen met jongeren op te bouwen om ook echt dit soort onderwerpen te bespreken. En een slokje water. Daarnaast wil ik gaan naar verbindend. Bij diezelfde groepen als die wij op straat tegenkwamen, kwam uiteindelijk het gesprek over ecstasygebruik. Laat je drugs wel eens testen. En wat je vaak hoort bij jongeren is dat ze zeggen, ja, die dealer heeft dat gewoon geprobeerd. Of mijn vriend die heeft het getest en ik kan het wel hebben. En ze weten dan vaak niet dat er een testservice is. En wij hebben een soort uitje van gemaakt. Van kom, we gaan met z'n allen naar de testservice. En hebben wij de samenwerking gezocht met de verslavingszorg ook voor jongeren. Om daar eens naartoe te gaan, dat die drempel verlaagd is. Van, het is eigenlijk best wel simpel om te gaan. Ik denk dat dat wel een hele toffe stap is geweest. Daarnaast, als ik het heb over verbinding, dan vind ik het ook heel tof dat je ziet dat wij, dat jongeren elkaar echt ontmoeten. Er worden echt vriendschappen gecreëerd bij ons. En ik denk dat door de focus op talent, we niet alleen maar bezig zijn met het probleem van jongeren, je jongeren ook echt in hun kracht kunt zetten. Dus waar ze misschien in de zorg vanuit een hulpvraag moeten praten, gaan wij juist kijken van waar ben je nou goed in? En al is dat ze een keer meehelpen met de ruimte klaarzetten. Of kan van alles zijn. Ik ben vanmiddag toevallig eventjes naar de supermarkt gegaan. En je zou kunnen denken, maar dan doe je de jongeren ruimte dicht. Want stel je voor dat de PlayStation verdwijnt. Maar ik dacht, nee, ik zeg jongens, wie is er de baas? Ik ga even naar het jongerencentrum, naar de Jumbo, ik ben zo terug. En dat is een stukje vertrouwen wat je geeft, wat voor hun nou echt zoiets kleins, maar kan zoveel doen, juist in die positieve kant stimuleren en eigenlijk de talenten van die jongeren. En dat is tof dat je ze zo kunt zien groeien. Daarnaast, wat ik ook wel heel erg tof vind, is het verbinden van mensen in de wijk. Vanuit het jongerenwerk heb ik de kans gehad om in Helvoort, dat is een dorp hier dichtbij, een groep mensen te ontmoeten en aan elkaar te verbinden. Daar zaten twee jongens in die zelf verslaafd zijn geweest, die heel graag iets voor jongeren wouden betekenen. Er zat een moeder in die haar zoon helaas is verloren, ook door middelengebruik. Er zat een moeder in waarvan haar zoon verslaafd was geweest. Eigenlijk een mix van bewoners en ook mensen die het gewoon een heel belangrijk thema vonden. Die dachten, wij gaan iets doen voor de jongeren in ons dorp. En ik denk dat dat ook, dat is echt een, sowieso die groep aan elkaar met elkaar verbinden en die dat kunnen faciliteren, was eigenlijk al bijzonder. En die verhalen waren al heel veel waard. Het feit dat je dan ook echt nog iets voor het dorp kan doen, voor jongeren kan doen, er kwamen echt honderden ouders op af. Terwijl als partners in de wijk iets organiseren, dan is het veel moeilijker om iedereen te stimuleren. Maar kwam iemand uit het dorp vertellen, daar is natuurlijk, voor zo'n dorp veel
veel interessanter als dat wij daar uren staan te kletsen. Dus dat was wel heel erg mooi om te zien. En wat ik ook zag is dat andere dorpen dachten, hey, hebben wij ook nog niet iemand in de buurt die verslaafd is, die iets wil vertellen? En daar is, ja, daar is wel uiteindelijk ja, verder gaan lopen. En dat jongeren zeiden, oh, maar als al die ouders dan komen, dan moeten wij toch ook iets vets bedenken voor de jongeren om die uit te nodigen. En ik zag in verschillende dorpen dat er dus verschillende dingen georganiseerd werden, echt vanuit de wijk. En ik denk dat dat een kracht is. Ja, ik denk dat we daar elkaar nog veel meer in kunnen vinden en dat dat iets echt onwijs moois is. Even kijken hoor. Ik heb echt, ik kan uren vertellen over mijn werk. Daar hebben we helemaal de tijd niet voor. Langdurig. Wat ik denk ook een kracht is van het jongerenwerk. Wij kennen jongeren soms al vanaf dat ze op de basisschool zitten. Nou, gelukkig kom ik weinig verslaafde kinderen tegen in groep 8. Maar je leert jongeren al heel snel kennen, waardoor als ze dus later met middelen in aanraking komen, niet onbekend zijn. En ik heb één jongen waar ik heel graag iets over wil vertellen. Zeven jaar geleden heb ik hem ontmoet. En toen was hij nog beginnend blower. En ik zei ook, ja, wacht maar, zo meteen ga je niet meer sporten en gaat het slecht op school. Nee, ik heb dat niet, want ik kan gewoon lekker joints roken en dat heeft niet zoveel effect op mij. Ik kwam die jongen bijna dagelijks tegen in het werk. En na school was eigenlijk zijn vaste plek rondom het jongerencentrum heen. Hij had daar ook al zijn vrienden. En langzamerhand merkte je dat het op school slechter ging. Het sport. En toen zei ik, nou ja, zie je wel. Het gebeurt, hè? Het gebeurt. Nee. Nou, het is een heel laagdrempelig gesprek. Waarbij ik soms een beetje de moeder uithing. En zei van, nee, dat moet je allemaal niet doen. Aan de andere kant ook van waarom doe je het dan? En daar een heel laagdrempelig gesprek over aan kon gaan. Soms nam ik de verslavingszorg mee. Maar ja, daar dacht hij, ja, ik heb geen problemen. Het valt allemaal maar mee. Hier zijn uiteindelijk, denk ik, ja, 3 jaar overheen gegaan. Dat ik zei, ja, nou ja, mijn opleiding lukt niet, baan lukt niet. Uiteindelijk kwam de ouders ook steeds meer in beeld. Van, hey, kun jij onze zoon niet richting die kliniek sturen? Nou, dat gaat natuurlijk niet zo makkelijk. Moest je echt aan toe zijn. Uiteindelijk zelf met de vraag gekomen. Naar de kliniek gegaan. Binnen 1 dag was hij terug. Daarna nog een keer naar de kliniek gedaan. Binnen 1 dag was hij weer terug. En uiteindelijk zijn derde poging, die ook deed, omdat hij bij het jongerenwerk aankwam en zei van, ja, zie je, het werkt niet, heeft helemaal geen zin. Nou, toch weer gemotiveerd om die kant op te gaan. Uiteindelijk kwam hij terug. En toen zei hij, was een heel succesvol traject geweest, echt super trots op hem. Toen kwam hij terug en toen dacht hij, ja, en nu? Waar ga ik nu heen? Waar zijn mijn vrienden? Hoe kom ik aan een bosje nieuwe mensen? Die heb ik toch helemaal niet. En wat ik heel mooi vond aan hem is dat hij uiteindelijk dacht van, nou weet je, kan ik dan niet bij het jongerenwerk iets doen of zo? En ik dacht, ja, wat dan? Waar heb je zin in? Wat lijkt je leuk? En dan zijn we eigenlijk samen gaan ontdekken van, hey, wat zou hij nou kunnen doen? En vanuit daar is hij vrijwilliger geworden. En hebben we eigenlijk heel veel gesprekken gehad. Jongerenwerk was echt helemaal niks voor hem, zei hij. Maar hij had wel bedacht dat hij toch iets anders wou gaan doen. En het op tijd komen, het ergens überhaupt met mensen het gesprek aangaan, waren dingen die eigenlijk niet meer zo goed gingen. En die oefende hij dan bij ons, zodat als hij dan weer ging solliciteren, dat hij dan met een goed gevoel kon doen. Ja, en dat is wel iets wat ik, ja, ja, wat ik wel heel tof vind, omdat je daar langdurige contact kunt hebben, dat je ook een langdurig proces aan kunt gaan. En het is niet zo dat we alle jongeren jarenlang zien, maar ze weten wel altijd van, oh ja, als ik een keer iets heb, kan ik wel even een keer aankloppen. Want Katie, die werkt in een racehof en dan kun je gewoon zo binnenlopen. En ik denk dat die laagdrempeligheid en langdurigheid er wel voor zorgt dat jongeren hun plek makkelijk weten te vinden. Even te spieken. Geen idee hoe lang ik aan het praten ben. Mag nog wel even, hoor. Ja, mag ik nog even. Even kijken. Over de samenwerking met de zorg misschien nog. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, ja, de samenwerking met de zorg. Ja, ik denk dat dat nog wel iets is waar we echt nog iets in kunnen behalen. Ik heb natuurlijk super mooie voorbeelden waarin wij met de verslavingszorg hebben samengewerkt. De testservice of een ervaringsdeskundige medewijker. Maar ik denk dat we daar nog veel meer in zouden kunnen doen. Ik heb bij deze jongen die uit de kliniek kwam bijvoorbeeld geen contact gehad. Er is vanuit de kliniek geen contact opgezocht. Waarvan ik denk, ja, ik denk dat we nog veel meer jongeren hebben in de wijk. Die echt bij de zorg komen, die het ook wel fijn zouden vinden om in de wijk waar hun wonen een plek te hebben waar ze zomaar binnen kunnen lopen. En eigenlijk is het best wel spannend om ergens binnen te lopen. En het zou super tof zijn als de zorg wat vaker zou zeggen, en is er geen jongerenwerk bij jou in de wijk? Zullen we daar anders eens samen naartoe gaan? Kom je bij ons een potje poelen, om het zo maar te zeggen. En dan weten jongeren ook gelijk van, oh, dit is er ook. Ik denk dat we daar nog veel meer elkaar in zouden kunnen vinden. Want een jongerenwerk
ja, een jongere hoeft niet meteen bij het jongerenwerk een hele activiteit te komen doen. Maar alleen al weten dat het er is en dat het zit op het winkelcentrum of op een andere locatie waar ze regelmatig voorbij lopen, kan gewoon al net een iets lagere drempel zijn als weer aanmelden bij de hulpverlening of weer naar de dokter gaan om te zeggen dat je een probleem hebt. En ik denk dat ja, het kijken naar je talenten ook iets is wat mensen gewoon graag nodig hebben. Ook om de kansen te voelen dat ze weer echt aan de weg kunnen timmeren en mee kunnen gaan in, ja, in de maatschappij eigenlijk. Ik denk dat iedereen gewoon graag mee wil doen. En ja, als je verslaafd bent geweest en je hebt daar echt ja, de heftige hulp voor gehad. Ik kan me voorstellen, ook vanuit mijn eigen ervaring, dat je dan denkt van, oh ja, ik ben niks meer waard. Of ik kan helemaal niks meer en ik heb alleen maar problemen. Wie wil mij nou nog ergens in een baan of een opleiding? Moet ik weer ergens aan beginnen? Heel veel twijfel, schaamte. En ik, ja, wij zien iedereen gewoon, ja, iedereen is gewoon gelijk. En iedereen, ja, gewoon vanuit hun kracht. Ik denk dat dat wel iets heel erg moois is aan het jongerenwerk. Ja, leukste baan die er is. Dus, vacatures. Ja, nee, maar ja, het is echt wel, je kunt, ja, je hebt de ruimte om iedereen vanuit zijn kracht te kunnen bekijken. En dat is wel iets wat ik echt heel waardevol vind. Ja. Yes. Heel mooi. Dank. Dankjewel, Katie, voor deze ook enthousiaste introductie van jouw werk. Ja, en ik denk dat er ook genoeg vragen naar jou toe komen, ook over wat je verteld hebt. Ja. Ik zag in ieder geval wel een paar vragen in de chat, die bewaar ik even, want dat zijn toch echt discussievragen. Dat is, ja, ik, dat zijn Reinier en Freke, dus ik heb jullie gelezen, we bewaren jullie vragen even. Want ik wil nu graag het woord geven aan Hendrik. Hendrik Harteveld, voorzitter van Het Zwarte Gat. Ja. De stichting. Is het eigenlijk een stichting? Het is een stichting. Ja. Ja. Voor cliënten en hun naasten in de verslavingszorg. Ja. Jij bent daar ook zelf ervaringsdeskundige. Van daaruit zit je in die rol. En ja, jij gaat ons denk ik ook iets vertellen over hoe je nou als stichting Het Zwarte Gat ook bij kunt dragen aan beleid en zorgontwikkeling. Ja. En wat is ja, de inzet of de invloed van ervaringskennis daarin? Ja. Aan jou het woord, Hendrik. Oké, okay, heel graag. Ik heb ook een presentatie. Oh. En dan heb je daar een... Alsjeblieft. Een ik wacht even totdat... Doorklikken. Dan gewoon doorklikken? Ja. Oké. Okay. Ja, die hebben we ook geslagen. Oké. Okay. Ja. Nou, dit ben ik dus. En zoals u ziet, ook als je wat ouder bent, wil je blijven meedoen in de maatschappij. Het was 2005 dat ik zeg maar een opname in de kliniek heb ervaren. En daarna de keuze had van wat nu verder. En ik heb dus gestort op bijvoorbeeld lid worden van een cliëntenraad. En ik vond zeg maar het directe contact met de cliënten leuk, leerzaam, soms ook verdrietig. Want er gebeurt natuurlijk van alles in zo'n kliniek of daarbuiten. Maar wat ik bijvoorbeeld erg belangrijk vond, was dat er ook invloed op beleidsniveau kwam. Want er was op een gegeven moment, en daar zal ik u zo meteen over vertellen, een wet die zeg maar cliënten het recht gaf om mee te praten. En ja, wij zaten daar dan aan tafel en dan praten we over dat het eten niet beviel wanneer we een afdelingsbezoek hadden gebracht. En dat is natuurlijk een vervelende situatie, eten. Zeker voor iemand die net zeg maar, binnenkomt, is zeer belangrijk. En dat moet natuurlijk dan ook goed smaken. Maar wat ik belangrijker vind, is dat we niet daar telkens op terug hoeven te komen. Want het kwam meerdere keren dan terug in al die tijd. Maar dat we met de directeur contact hebben en het daar aan de orde stellen. En het daar regelen, zodat je zeg maar al vroeg invloed hebt. En ja, mensen dus zaken kunt bieden zoals ze eigenlijk verlangd worden. Je kunt ook zien dat ik dus nog wat meer werk ben gaan doen.
bij MIND, het landelijk platform voor psychische gezondheid. Daar is de stichting Zwarte Gat aangehaakt. MIND is niet doorspekt van zaken aangaande verslaving. Dus daar hebben we ons hard voor gemaakt. En sinds een jaar hebben ze nu ook dat opgepakt. En willen ze ook dat dat in de vezels van de organisatie kan worden gevoeld. En ook bij vraagstukken telkens wordt meegenomen. En als laatste functie, activiteit, ben ik vicevoorzitter van Verslavingskunde Nederland. En daarin zal ik u zo dadelijk wat meer over vertellen. Ja. Ik richt me dus in deze presentatie wat op het ontstaan van ervaringsdeskundigheid. Het ontstaan van Stichting Het Zwarte Gat. Maar ik kom daarbij zeker ook in het sociale domein terecht. Zoals Dieke daarnet ook aangaf. En het jongerenwerk laat ik ook niet buiten kijf. Moet je doorklikken? Of... Ja. De WMCZ, dat is de wet waar ik net over sprak. Wet medezeggenschap cliëntenzorginstellingen. Daarvoor stond de dokter nog op een voetstuk. En de cliënt of patiënt die had zoiets van, oh help mij toch en u weet het beter. Maar in die tijd waren er wat veranderingen gaande. Meer emancipatie, die plaatsvond. En men wilde meespreken. En daar werd dus inhoud aangegeven door deze wet. En het was zelfs zo dat er in die wet advies kon worden gegeven op een aantal vraagstukken. Sommige punten die konden instellingen weerleggen. Andere die waren dan te beantwoorden en konden nee op worden gegeven. Maar dan kon je naar een college toe om een uitspraak te laten doen die dan ook dwingend was. En daar is dus goed gebruik van gemaakt. Die WMCZ die kwam dus uit de lucht vallen. Wetten vallen niet zomaar uit de lucht. Daar doet men nog wel eens een tijdje over. Dat maken we het hele dagen ook nog wel mee. Maar daar moet je je rol als cliënt en cliëntenraad in gaan pakken. Het spel weten te spelen. En een bestuurder die moet daar dan ook mee om weten te gaan. En sommigen die vinden je een lastpost. Anderen vinden het fantastisch dat je daarin participeert en zaken aandraagt. Dus het was een ontdekkingsreis. Ik heb wel eens een bestuurder horen zeggen van, soms denk ik dat ik een engeltje op mijn schouder heb. En op een ander moment denk ik dat ik een tackle in mijn kuit heb hangen. Dus zo verschillend kan het zijn. In die periode van het ontstaan van de WMCZ of net in werking stellen, waren er een aantal mensen die het belangrijk vonden dat dat goed van de grond kwam. En die informeerden ook bij cliëntenraden en die verdiepten zich daar verder in. En kwamen tot de conclusie van, je kunt dit als zelfstandige cliëntenraad uitvoeren, maar er zijn vele cliëntenraden en wij beperken ons tot de verslavingszorg. En als we die cliëntenraden nu bij elkaar laten komen, dan kunnen we krachten bundelen, kunnen we workshops houden, kunnen we elkaar informeren van hoe zaken bij de ene instelling loopt of bij een andere instelling. En waren dat weekenden die zeer inspirerend waren. En van vrijdagmiddag tot de zondagmiddag duurde. En
zo'n 100 man maximaal aanwezig troffen. Het is ook een kennisnetwerk. Er werd dus ook echt verdiepingsslag gemaakt. Niet dat je vanuit de koude grond met zaken zeg maar kon aankomen. Ook al zijn dat soms hele waardevolle instrumenten. Maar er werd dus ook echt verdiept in wat onderzoek en wat voor effect heeft bepaalde behandeling enzovoorts meer. Verder werden er themadagen georganiseerd. En daarin werd dan zeg maar een bepaald onderwerp uitgekozen. En dat onderwerp dat, dat kan worden bijgewoond door een ieder die daartoe idee had. Het is een stichting en de stichting die heeft zowel een algemeen bestuur als een dagelijks bestuur. En in oorsprong is die opgericht vanuit de cliëntenraden. Inmiddels zijn de statuten dusdanig aangepast dat er ook van buiten cliëntenraden mensen kunnen deelnemen. Dus kijk ook even hiernaast. Van harte welkom. Want er zijn steeds minder cliëntenraden. Wat de ervaring is, is dat veel fusies hebben plaatsgevonden. En dat de cliëntenraden niet zo goed bemenst meer zijn. Dat is niet omdat het droog werk is. Maar mensen willen graag hun activiteiten zo zeg maar ontplooien dat ze anderen helpen. Net Katie horen vertellen hoe enthousiast zij is met de jongeren. Direct contact. En dat zien wij dus ook bij de instellingen. Dat die bieden ook zeg maar een gelegenheid om te groeien. En die kiezen dan vaak eerder voor dat groeitraject dan bij te dragen aan een cliëntenraad. Dus daar is nog winst te behalen. In 2008 opgericht, Stichting Het Zwarte Gat. En Stichting Het Zwarte Gat. Ik kijk ook wel graag naar de sterren. En kijk naar afleveringen van de Britse professor Brian Cox, die alles van het heelal weet. Maar het zwarte gat is het zwarte gat wat je ervaart wanneer je uit de kliniek komt. Want als je een behandeling hebt gehad, dan was dat gericht op zeg maar een middelen of zeg maar andere soort verslaving. En dan werd je met ontslag gestuurd of vond dan plaats. En dan ging je weer naar huis. En we waren legio, zeg maar, partijen die je kunnen ondersteunen. Maar mensen zijn niet altijd even vindingrijk om die te vinden. En ja, de meesten vielen dus vaak terug in een zwart gat. Mensen die alcoholverslaafd zijn, die worden voortdurend geconfronteerd met niet alleen reclames, maar als ze boodschappen doen, staat ook overal het een en ander zeg maar te pakken. Dus dat zijn lastige momenten. En vandaar dat we de naam Stichting Het Zwarte Gat hebben gekozen. Vaak hebben we ook te horen gekregen van, nou, klinkt wat negatief, maar er is er ook wel eentje die blijft hangen. Dus vandaar dat we die ook hebben aangehouden. U ziet een foto waarbij een handvest van Maastricht wordt ondertekend. Want gedurende al die jaren daarvoor werd er met directeuren gesproken over de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dat vonden we een belangrijk item. En dat daar ook werd mee geëxperimenteerd. En in 2010 kwam het zover dat er dus een overeenkomst werd getekend
dat bij de aangesloten instellingen proeftuinen konden worden uitgevoerd. En daarmee ging men vervolgens aan de slag. Hoeveel slides heb jij nog, Hendrik? Ik schiet op. Dit is de tweede, dus ik. Ja, ik schiet op. Nee, op een gegeven moment. Dus handvest van Maastricht. Handvest van Maastricht. Wat we daar dus belangrijk in vinden is dat herstel een individueel proces is dat door behandeling kan worden ondersteund. Het gericht is op maatschappelijk herstel en kwaliteit van leven en vereist de samenwerking van verslavingszorg met andere instellingen. En met andere instellingen bedoel ik dus ja, die dus buiten in zeg maar, het maatschappelijk veld bestaan. Ervaringskennis is de derde bron van kennis en gelijkwaardig aan twee andere kennisbronnen, professionele kennis en wetenschappelijke kennis. Nou, bij de introductie van deze transzorgsalon werd dat al duidelijk aangegeven. Dat is inmiddels volledig omarmd, maar in die tijd was dat nog iets van, moet dat nou? Afspraak was dus opzetten van proeftuinen. Dat hebben we ook gemonitord. In 2014 liggen we op koers. Wat je ziet is dat ook zoiets dan nieuw is. En dat dat aan elkaar, of langs elkaar kan schuren. Professionals die iets hebben van, wat moet die ervaringsdeskundige? Gaat die mijn baantje inpikken? En een ervaringsdeskundige die denkt van, en nu hebben wij het voor het zeggen en wij gaan even de zaak op zijn kop gooien. Die waren er ook. En allengs zijn er dus proeftuinen ontwikkeld. Sommige die zijn dus, noem het gefaald. Andere die zijn goed, doorstaan. We hebben in 2015 nog eens daarnaar gekeken. En in 2020 zo van, hoe staat het er nu mee? En wat er toen bleek, was dat elke instelling die is aangesloten bij Verslavingskunde Nederland, die heeft in meer of mindere mate zeker ervaringsdeskundigen in dienst, probeert ook daarvoor leertrajecten uit te zetten. En niet alleen dus als vrijwilliger, maar ook als betaalde kracht. Ik zal opschieten. Ja. Ik ben al wel over de tijd heen. Oké. Nou, wat we vervolgens zijn gaan doen is dus proberen op beleidsniveau zo hoog mogelijk invloed uit te oefenen. Dus bij de zorgstandaarden en de generieke modules. Onderzoek bij Zorginstituut Nederland naar effectiviteit van verslavingszorg, alcohol, opiaten en niet-opioïde drugs en nog wat meer. We hebben bijdragen in alle vertegenwoordigingen gebaseerd op uitgangspunten van herstel met accent op maatschappelijk herstel en herhaling, eigen regie, shared decision making, hoop en zingeving. Die vinden wij zeer belangrijk dat die worden ingezet. Een persoonlijk herstelplan. En daarbij heb je een dilemma van de verbinding van de zorgverzekeringswet en de wet maatschappelijke ondersteuning. En dan vooral in de zin van de financiering. En daar zal het jongerenwerk denk ik ook wel last van hebben. Zeker als ze met andere partijen van doen heeft. Want niet elke partij die is zo medewerkend dat ze schotten wegnemen en er een mooie lijn van maken om een persoon een goede weg naar een toekomst te bieden. En ervaringsdeskundigheid, ook al genoemd. En dan in heel klein geschreven, Verslavingskunde Nederland, een groep die inmiddels een aantal jaren bestaat. En waar een van de uitgangspunten is dat er tripartite wordt gewerkt. Dat is weer met wetenschap,
professionals en ervaringskenners. En dat binnen zowel het bestuur, de programmalijnen, kennisknooppunten en werkgroep. En daarnet voor deze zorgsalon pratende, hadden we het al gelijk over de programmalijn jeugdverslavingszorg. Want de afgelopen jaren waren die behoorlijk in het nieuws, verslavingen van jeugdigen. En door de financieringsproblematiek waren daar niet altijd ook plaatsen voor. En daar wordt nu ook hard aan gewerkt om daar dus wel mensen te kunnen helpen. We zijn dus verbonden aan MIND. MIND is de gesprekspartner voor mensen in de GGZ. Verslavingszorg valt daar ook onder. Ik zal even doorklikken. We hebben vaste overlegpartners. De Nederlandse Vereniging van Psychiatrie, de sectie Verslavingspsychiatrie. De Vereniging van Verslavingsgeneeskundigen, AQUA, daar waar de zorgstandaarden en generieke modules worden ondergebracht en ook worden uitgezet om te worden ontwikkeld. De Nederlandse GGZ, waar de netwerk Gezonde Leefstijl en Verslaving. En Trimbos, waar ik mezelf persoonlijk tamelijk voor heb ingezet, is het domein van kinderen van ouders met een verslaving. Vanwege de tijd ga ik even door. Deelname aan opzet en uitvoering van onderzoek in samenwerking met Transo, Universiteit van Tilburg, IVO, NISPA, PARK, AJAR, allemaal kenniscentra waar projecten worden geboren. En tegenwoordig kom je bijna niet meer voor een subsidie in aanmerking als je geen ervaringsdeskundigheid erin brengt. En waar we zo aan hebben gewerkt en nu ook aan het werken zijn, daarvan is de eerste het meest belangrijke, denk ik, de richting van de vorige sprekers, naar herstelondersteunende systemen in de verslavingszorg en maatschappij, een ontwerponderzoek voor praktijkverbetering. Dat wordt nu pas opgepakt en wordt in 3 steden wordt dat onderzocht. En juist met de bedoeling om te kijken wat er goed gaat en ook daar waar het minder goed gaat. En we willen die schotten weg en we willen dat de financiële systemen ook feilloos in elkaar passen. Of dat er gewoon een pot geld wordt geformeerd waaruit geput kan worden. En uiteraard wel verantwoordelijkheid over wordt afgedragen. Verantwoording. Recovery pathways hebben we aan meegedaan. Het is gewoon een rijtje met wat zaken die aan de orde zijn geweest. Binnen het zwarte gat werken we ook aan intervisie. Want je hebt een groep van vrijwilligers en die doen dus allemaal mee aan wat ik daarvoor ook helemaal heb aangegeven. Maar dan is het natuurlijk wel zo fijn dat we met elkaar de kennis en kundigheid verbreden en verhogen. En dat doen we dus middels intervisie. De methode en staat erbij genoemd voor de aardigheid. Toekomst van het zwarte gat is even een vraag, wat ik daarnet al zei. We zijn nu op zoek naar mensen die dus niet vanuit de cliëntenraad komen, maar wel bijdrage willen leveren. We zijn gewoon zoekende van wordt het een vereniging en wil ik daar ook nog een Zwarte Gat Academy aan verbinden. That's it. Dat was hem. Dankjewel. En dan heb ik nog een heleboel niet gezegd. Ja, we hebben nog tijd voor vragen, dus dan heb je nog wat achter de hand. Dankjewel voor deze uitgebreide en mooie inleiding op wat het Zwarte Gat allemaal doet. Alsjeblieft. Tijd voor discussie, dat staat daar ook mooi op. We hebben natuurlijk de chat en daar kunt u vragen in stellen. Ik zie al wat vragen binnenkomen, daar staat wel een naam boven, maar het zou ook fijn zijn als u even intypt van welke organisatie u bent, of helemaal niet een organisatie, jongeren,
cliënt of wetenschapper of whatever. En ik probeer u ook gewoon bij uw naam te noemen als u uw naam erbovenin typt. En verder gaat Rob, mijn charmante moderator, mij helpen met het selecteren van deze vragen. Dus ik heb er al een paar binnen en ga vooral verder. Zet alles in de chat wat u wilt bespreken. Ik begin met een vraag die er al heel lang staat van Reinier Haneveld. En hij vraagt, en dat is denk ik een vraag voor ofwel Jolanda ofwel Katie. Hoe leeft de rookvrije generatie en of de drugsvrije generatie onder jongeren? Leeft dat wat wij als mooie slogans in beleid en volwassenen bedenken? Rookvrije generatie, want dat was jouw voorbeeld, daar begin je mee. Ja, 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 leuk. Ik denk dat roken is tegenwoordig gewoon best wel duur. Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die niet willen roken en dat het een soort van not done is. En ik denk dat er ook gewoon nog steeds een groep is die denkt, ik rook gewoon. Wat ik wel merk, toen ik rookte, was ik ook best jong, toen kon ik gewoon een pakje betalen en in één dag oproken. Tegenwoordig zeggen ze, dan kun je niet zoveel roken op een dag. Maar dan heb je vape. Dat is een, ik weet niet of het jullie iets zegt, maar dat is een heel mooi stokje. Ziet er heel chic uit ook. En zeggen ze, dat doen we dan gewoon de hele dag. Dus ja, kijk, weet je, er zijn jongeren die het wel doen en die het niet doen. Ik heb niet de aantallen paraat. Ik weet niet of jij ze hebt, maar... Ik weet wel dat het verminderd is, het roken onder jongeren. Maar de cijfers weet ik ook niet uit mijn hoofd. Ja, als ik kijk naar het schoolplein, of in ieder geval naar de middelbare school... Je mag natuurlijk ook niet meer roken op schoolplein, dus je moet ook echt wel wat moeite doen om te roken. En ik denk dat, als ik kijk naar toen ik op school zat, dat het er al een heel stuk minder zijn. Ik heb de cijfers er niet paraat, maar er blijven altijd jongeren die het wel doen en niet doen. Het zijn er zeker minder, maar je ziet nu dat de daling een beetje af gaat vlakken, hè, want er blijft zo'n harde kern over. Ja. En de vraag is, dat beeld van de slogan rookvrije generatie, leeft dat onder jongeren? Want... Jij haalt toch meer het financiële argument aan. Want... Ja. Heb je wel eens gesprekken met jongeren daarover? Wel over waarom rook je en vind je het lekker? Of eigenlijk gewoon heel laagdrempelig. Maar het is niet echt per se gekoppeld aan campagnes. Nee. Jolanda, nog iets? Ik denk dat Katie deze vraag beter kan beantwoorden vanuit haar gesprekken met jongeren. Mag ik nog even, Dieke, want er staat ook drugsvrije generatie en... Katie had natuurlijk ook heel veel verhalen over ook het drugsgebruik, cannabisgebruik, et cetera, onder jongeren. Dus ik was wel inderdaad wel erin geïnteresseerd van, je hebt natuurlijk ook een hele kwetsbare groep en met name het jongerenwerk komt er natuurlijk heel veel mee in contact. Als we maatschappij breed kijken, dan zien we inderdaad wel wat afnemen, zeg maar, als het over roken gaat. Drugs is aan het stabiliseren, misschien zelfs een beetje aan het stijgen als het over cannabis gaat. Hoe merk jij dat dan, zeg maar, ook bij de doelgroep waar jij dan voornamelijk mee te maken hebt? Gelukkig komen ook heel veel jongeren tegen die geen drugs gebruiken en die ook denken dat ze dat nooit gaan doen. We hebben het hier nou over middelen, dus ik praat ook echt specifiek over voorbeelden met jongeren die ook middelen gebruiken. Ik denk wel dat veel jongeren ook nieuwsgierig zijn en je hebt natuurlijk door social media kom je veel sneller in aanraking met allerlei verhalen over middelengebruik. Wij komen het in de wijk wel tegen, maar ik merk ook wel... dat het ook veel gebeurt op wat meer de huisfeestjes. In die coronatijd hebben jongeren natuurlijk toch ook wel door op sommige plekken door kunnen feesten. Ik denk dat daar ook wel veel jongeren ook wel in aanraking zijn gekomen met middelen waar ze voorheen misschien niet mee in aanraking kwamen. Omdat je gewoon naar de bioscoop ging. Dus ik denk dat dat wel ook een rol heeft gespeeld met dat jongeren misschien andere dingen zijn tegengekomen als die ze normaal zelf zouden experimenteren. Stuit je wel eens op volkomen verbazing of waar heb je het over dat ik, als jij in zo'n gesprek zegt van zou je dat nou wel doen, dat blauwe? Van Katie schiet toch op, waar heb je het over? Ja, weet je wat het is? Toen ik die leeftijd had, dacht ik ook, waar kom je aan met je praat? Dus het is ook een beetje een mix. Ik denk dat het een mix is tussen af en toe zeggen van waar ben je nou mee bezig? En aan de andere kant ook snappen dat het ook soms zo gewoon lekker is om eventjes je hoofd leeg te maken. En ik denk dat als je zo'n gesprek kunt hebben, dat je dan vanzelf bij de dingen komt waar je moet zijn. Ja. Dank.
Het zijn een paar vragen voor jou, Katie. Freke die vraagt, Freke Schoenmaker, kan je iets toelichten over die testservices? Ja, die testservices doen wij niet. Nee. Maar op het moment dat ze... Dus ik kan daar zeker niet het beste over toelichten. Ik zag net al Novo de Kentron in de lijst staan. Die kunnen daar veel beter als ik. Dus mocht die nog willen aanvullen, doe dat gerust. Maar de testservice die zit hier in Tilburg. En die kunnen jongeren middelen laten testen. Om bijvoorbeeld met ecstasy te kijken of hoeveel milligram erin zit. En als je verantwoord drugs wil gebruiken, voor hoever dat dan kan, is het aantal milligram met het aantal kilo dat je week best goed te doseren. In de zin van... Ja, dat je dan het zo veilig mogelijk doet. Dus jongeren kunnen er daar dan heen brengen. Ja. Het duurt even, krijg je niet meteen de uitslag. En ik moet eerlijk zeggen dat sommige jongeren zeggen, ja, dat duurt me veel te lang. Dus en dan weet je wel hoe duur zo'n pilletje is. Dan moet ik er eentje afgeven. Dus ik zeg niet dat iedereen er super happig op is om dan mee te gaan. Maar dat was wel een van de redenen dat we ook met jongeren daar naartoe zijn gegaan. Om te laten zien van, hey, het is allemaal niet zo zwaar als jullie het maken. Kom, we gaan gewoon. Zijn ze daarna elke week braaf en druk gaan testen? Dat denk ik niet. Nee, maar ik heb je al een paar keer horen zeggen, kom, we gaan samen. Ja. Ja, dankjewel. Ik hoop dat dat voldoende toelichting is. En u kunt niet mij zien of antwoorden, maar dan lees ik in de chat als u nog iets meer wil weten. En zij vraagt ook, en is ook aan jou, gebruiken jullie ook technieken als NLP of zelfs hypnose? Wij gaan gewoon heel laagdrempelig contact aan. En ik heb natuurlijk, ik ben wel gewoon geschoold en ik heb de methodieken wel geleerd. Ja, hypnose, daar ben ik helemaal niet, helemaal niet van. Wij gaan eigenlijk vanuit de presentiebenadering gaan we gewoon de wijk in en we gaan het gesprek aan. En ja, het is ook vast wel te koppelen aan een motiverende gespreksvoering of... Maar dat is veel gebruikte vorm en vooral het, zeg maar, het contact leggen, behoefte peilen... En die, wat jij zei, de presentiebenadering, dus het vooral er zijn voor jongeren, in hun leefwereld stappen, meegaan, meebewegen. Maar ook, dat liet ik ook zien, die nabijheid, dat je toch zoekt in het contact van, is er een persoonlijke overeenkomst te vinden tussen mij en de jongeren? Ja. En dat kan van alles zijn, hè? Dat kan dus een verslaving zijn, of gepesten zijn geweest bijvoorbeeld, of... vrouw zijn en daar allebei mee worstelen van. Of, nou ja, het kan echt van alles zijn. Bicultureel opvoeden zijn. En dat gebruiken jongerenwerkers ook in dat contact. En dan zie je ook van met de een maak je de klik soms makkelijker dan met de andere. Ja, en je noemt nou voorbeelden die ook nog best wel extreem zijn. Maar ik kan ook nog veel kleiner maken. Ik heb deze week origami zitten maken met jongeren. Van die vouwdingetjes. Nou, ik heb daar totaal het geduld niet voor. Maar een jongere heeft mij geleerd hoe ik een origami papegaai moest maken. Nou ja, valt niet echt, denk ik, onder een methode. Maar de jongere die had de tijd van het leven. Ik had een papegaaitje en vanuit daaruit kun je dan verder. En toen kwamen er andere jongeren en zeiden, hé, dat wil ik ook. En dan, super. En dat valt wel onder een methode, want je gebruikt eigenlijk in dit een creatieve werkvorm, zeg maar, met jongeren. Om, als middel om uiteindelijk ook die gesprekjes te kunnen aangaan. Ja. In hoeverre, want dat soort methoden als NLP en hypnose, zeg je, dat ga ik ook zelf niet doen. Verwijs je ook jongeren dan door naar GGZ-instellingen die behandeling aanbieden? Ja, ik denk dat als jongerenwerk het heel belangrijk is, ook niet alleen om te focussen op de jongeren, maar ook op het systeem eromheen. En ook juist de samenwerking met het netwerk te hebben. We hebben ook verschillende plekken waar wij naartoe kunnen als we wel merken dat er meer nodig is. En ik denk dat naast jongerennetwerk juist heel belangrijk is, ja. We kunnen helemaal niet alles alleen. We moeten samen doen. Mm-hmm. Ja. Ik moet even mijn bril opzetten, anders kan ik mijn vragen niet lezen. Dus dat heb je dan. Een vraag aan jou, Hendrik. Van iemand, de naam staat er even niet bij. Die zegt, ik weet toevallig dat je een beroepsopleiding ervaring deskundigheid hebt gedaan. Die kent jou blijkbaar, deze persoon. Ik weet dat ook dat jij dat hebt gedaan. Wat was het nut daarvan? Met andere woorden, is dat een goede ontwikkeling dat je die beroepsopleiding voor ervaringsdeskundigheid hebt? Wat houdt het in? Ik weet misschien, iedereen weet dat niet. En wat is het nut? Wat heeft het jou gebracht? Wat het mij heeft gebracht is anders denken. Ja, dus... vooral, zeg maar, leren om de
cliënt centraal te stellen. En ja, daar ook bepaalde vrijheid in te kunnen uitoefenen. Ja, even te zoeken hoor, want wat heeft het mij nou echt gebracht? Ja, misschien kan je toelichten wat, wat het verschil is met gewoon ervaring, of gewoon. Met ervaringsdeskundige zijn, dat dezelfde ervaring hebben en die opleiding. Ja. Daar leer je iets te doen met die ervaring. Klopt. Er is eigenlijk een soort van driedeling. Ja. Eigen ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. Ja. En het is een soort van trap in de zin van je hebt je eigen ervaring. En als je denkt dat te kunnen gaan inzetten op iemand anders, dan hou je het heel beperkt, want het is alleen maar je eigen ervaring. Ervaringskennis, dan verbreed je dat. Want dat deel je met andere mensen. Je doet de nodige stof op. Methode ook van hoe met ervaringswerk om te gaan. En vooral ook in zo'n opleiding is dat aan de hand. En er komen dan ook leuke casussen naar voren. Een casus die ik bijvoorbeeld nog herinner en nooit zal vergeten, is een hele simpele, is gewoon presentie. Dat was iemand die was vooral aan het gamen. Daar ging een ervaringsdeskundige naartoe, maar die wilde geen contact. Dus wat deed die ervaringsdeskundige? Die ging niet weg, maar die bleef. Die zat daar gewoon een uurtje zo mee te kijken met wat hij aan het doen was. En door gewoon die presentie, op een gegeven moment ging die meespelen. En vanuit het meespelen werd het een gesprek en raakte de zaak, zeg maar, in werking, laat ik maar even zo zeggen. En dat soort methoden, die leer je bijvoorbeeld tijdens zo'n opleiding. Ja, ik zie jou ook heel enthousiast knikken, Jolanda en Katie. Een mooi voorbeeld van het gamen, dat je dat ook met jongerenwerkers bijvoorbeeld ziet. Hè? Dus veel jongens die, met name jongens die met gameverslaving te maken hebben. En dat je ziet dat ze dan op school eigenlijk vastlopen. Vooral met jongerenwerkers die nu in de school werken. En dan dus meekrijgen van, nou, die jongeren, die komt nu in de school veel met gamen bezig. En dat die jongerenwerker dan het huis naar huis gaat, ook dat de band met die moeder bijvoorbeeld opbouwt. En inderdaad ook gewoon in die leefwereld stappen. Yeah. Mee gaan gamen, ook vanuit zijn eigen huis, samen gamen. En dat samen gamen ook een manier is, een ingang is om uiteindelijk een band op te bouwen en die gesprekjes aan te gaan. Ja, ik zit hier helemaal te springen op mijn stoel, dat is mijn enthousiasme, maar ik zal even dimmen. Toen de vraag gesteld werd, wat biedt zo'n opleiding je nou precies? Ik ben natuurlijk als sociaal werker gewoon begonnen bij het jongerenwerk. Ik had mijn opleiding sociale studies afgerond. En ik ging het werk in denkend van, ja, mijn eigen ervaring, moet ik daar nou mee? En ik denk dat er heel veel jongerenwerkers, maar ook gewoon mensen in de zorg rondlopen, die zelf echt de nodige ervaring hebben en daar geen deskundigheid van maken. En dat is ook prima. Maar ik merkte juist dat ik daar heel graag iets mee wou, maar dat ik niet het zelfvertrouwen had. En misschien voelde ik ook niet de kracht van, ik weet zeker dat het werkt. En ik merkte met jongeren ook, maar richting collega's. En namelijk op beleidsniveau voelde ik juist meer een beetje de zenuwen van, is het wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? En ik weet nog dat een collega van mij zei, ja, suïcidaal, 12 jaar, hoe kan dat nou? Daar kan ik me niks bij voorstellen. En voordat ik die opleiding had gedaan, toen zei ik, ja, nou, ik wel. En daarna dacht ik, oh, wat heb ik gezegd? Terwijl nu, door die opleiding heb ik wel ook gewoon, weet ik dat ik mensen er iets mee kan brengen. En ik weet dat ik ook in mijn team een toevoeging kan zijn en mensen echt er iets over kan leren. Waardoor je eigenlijk samen echt iets heel moois neer kan zetten. En dat is wel echt iets wat die opleiding mij gebracht heeft. Wat ik toch nog even wou delen. Ja, nee, heel mooi. Jij zegt daarmee eigenlijk ook, iedereen heeft wel ervaringen met van alles.
Zou je het dan iedereen aanraden in het jongerenwerk om die ervaringskennis ook op die manier in te zetten? Nee, het moet een eigen keuze zijn. En ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen voor kiezen om te denken, hey, dit is mijn privé en dat wil ik zo houden. Maar als je denkt dat jouw ervaring een kracht kan zijn en dat jij voor anderen daar iets mee kan doen, of voor jezelf, dan denk ik, die mogelijkheid moet er gewoon kunnen zijn. Ja. En ik ben ook volledig eens dat die sociale achtergrond er niet per se hoeft te zijn. Dat kan ook. Maar ik zie juist bij mijn collega's zie ik heel veel mensen met heel veel ervaringen waarvan ik denk, oh, ik gun het jullie ook om dat echt als kracht te gaan zien. Ja, mooi. Jij hebt ook, Hendrik, heel veel verteld over in jouw presentatie over hoe je dat nou allemaal inzet in het beleid. Hè? Klopt, ja. Is dat ook iets wat je in die opleiding leert? Nee. Dat heb je zelf bedacht. Ja, ik heb een opleiding, ben gaan waterbouw gedaan en daarna management. En vanuit die hoek heb ik dus die kennis en mogelijkheden opgebouwd. Ja. Maar daar zit hetzelfde in, je eigen ervaring. Gebruiken voor een andere. Dus eerder verworven competenties, die kan je ook binnen dit werk gebruiken. En even in aanvulling van Katie nog, wat ik erg belangrijk vind is, wat ook in die slides naar voren kwam, dat bieden van hoop. Dat doen professionals ook, maar dat bieden van hoop, als je dat als ervaringsdeskundige kan, dat wordt meer geaccepteerd. Ik was ongeveer 10 jaar geleden op bezoek bij een jongerenkliniek. En ik dacht van, wat moet ik nou bij een jongerenkliniek op mijn leeftijd? En er was niemand anders jonger. Ik dacht van, ik ga maar, ik zie wel wat er gebeurt. En dat is eigenlijk ook wel een eigenschap die je moet hebben van, kijk maar hoe het gaat. En ik heb een gesprek gehad met iemand en ik dacht van, zien wat eruit komt. En hij bedankte me. Want hij zei van, wat u daar vertelt, dat biedt mij hoop. Ik dacht van, oké, goed gedaan. Mooi, heel mooi hoe je die hoop ook over kan doen. Ik zie trouwens dat de aardige meneer die zegt, die anonieme persoon, dat was Jeroen de Brabander. Hij heeft zijn naam nog eventjes. Oké. En dan vraagt Reinier Haneveld, die is arts maatschappij en gezondheid en master in public health en medisch adviseur bij CZ. Heel mooi dat hij het allemaal opschrijft. En die stelt al een hele moeilijke vraag aan ons allemaal. Wat is de harde effectiviteit van alle inzet in de verslavingszorg? Oeps. Harde. Daar wil ik ook best wat over zeggen. Geen idee. Reinier, maar ik geef eerst even jou het woord. De harde effectiviteit. Ja. En dat is natuurlijk bedoeld in de zin van de kans op succes en geen terugval. Dat blijft een lastige. Een lastige, en dat is niet alleen dan binnen dat focusje van die behandeling. Want het draait ook om van wat gebeurt er daarna. Heb je bijvoorbeeld schulden en je wordt er niet mee geholpen. Of je moet er zelf voor naar op zoek. Kom je dan daaruit? Kom je ook bij een goede persoon uit of instantie? Heb je een dak boven je hoofd? Hoe staat het met je sociale omgeving? Heb je nog wel een sociale omgeving? En dat zijn allerlei lastige issues waar eigenlijk van moet worden gezegd van, dat moet je in kaart brengen. En dat is dus ook een van die projecten die nu gaande zijn. Heel mooi. Dus jij zegt, je kunt niet de harde effectiviteit van één stukje zorg aanbieden, omdat dat een hele integrale aanpak is. Ja, en ik ga ook even uit mijn rol vallen, maar ik heb toch de neiging om hier antwoord te geven. Die vraag werd wel eens vaker gesteld om ook de zorg te bekostigen in de verslavingszorg. En dan was de wedervraag, de vraag niemand, wat is nou de harde effectiviteit van de huisartsenzorg?
Hoeveel mensen maken we dan beter of worden niet beter of een beetje beter of krijgen wat anders? Dus die vraag, de relevantie van die vraag, wat is de effectiviteit van verslavingszorg? Wat is de effectiviteit van huisarts? Wat is de effectiviteit van hartchirurgie? Dat is een, het is maar wat wil je ermee bereiken om die vraag ook te kunnen stellen? Dus ik kon het toch niet laten om die ook even vanuit dat perspectief toe te voegen. Nee, en wat ik dan als uitbrander, je kiest niet voor een verslaving. Je denkt van, ik kan een middel aan, wat daar net ook werd geopperd. Maar daar word je ingezogen. En dat is mijzelf ook overkomen. En daar wil je ook zo snel mogelijk uit. Maar dan ga je wel rock bottom. En dan is er een hoop ellende gebeurd. Ja, dank. Dank voor deze toevoeging. Ik kijk even in de chat of daar nog vragen verschijnen. Ik had in ieder geval zelf ook nog wel een paar vragen aan jullie alle drie. Dus ondertussen stel ik die en dan zie ik misschien nog meer vragen verschijnen. Eerst aan Jolanda. Jij hebt een heel mooi overzicht gegeven van de sterke punten van het jongerenwerk. Zijn er nu ook dingen waarvan je zegt, maar daar moet nog aan gewerkt worden of daar zit een gevaar in? Om een voorbeeld te noemen, niet dat ik op zoek ben naar negatieve dingen hoor, maar wel naar dingen die misschien die anders kunnen. Van dat sociale contact, dat is zo mooi, hè? Allemaal met elkaar. Is er bijvoorbeeld ook een kans dat je dan de verkeerde mensen weer tegenkomt? Het klopt dat we nu vooral gekeken hebben van wat zijn nou waardevolle betekenissen, hè, van het jongerenwerk voor deze groep. En we hebben natuurlijk maar een heel kleine, selecte groep gesproken. En daarin een aantal mooie voorbeelden tegengekomen van wat kan nou die meerwaarde of die betekenis zijn dan voor die jongeren. Zo'n groep faciliteren. Er zat bijvoorbeeld ook iemand in vanuit het jongerenwerk die een groep heeft voor jongeren die psychisch kwetsbaar zijn. Die op dat punt elkaar vinden in zo'n groep. En als dat een plek kan zijn, een informele plek kan zijn, een leuke plek kan zijn waar je heen kan gaan, waar je lol kan maken met elkaar, maar waar je het ook kan hebben over je kwetsbaarheid, dat van belang is. Dat jongeren aangeven dat ze het belangrijk vinden. Maar het goed faciliteren en ondersteunen van zo'n groep, dat vraagt best wel veel. Hè? Ik zie jou al knikken. En ik denk dat daar kansen zijn om vanuit het jongerenwerk daar meer mee te doen, om dat soort specifiekere groepen zeg maar te begeleiden en te ondersteunen. Maar dat vraagt wel echt een professionaliteit die je dus ook moet ontwikkelen met elkaar. En een ander punt is denk ik van, we hebben een aantal casussen hierin gezien waar zeg maar dus de samenwerking tussen de zorgprofessional, de jongere werker en de jongere er is. Dus die hebben zeg maar in die driehoek contact met elkaar, die spreken elkaar ook soms met z'n drieën. Maar dat is natuurlijk ook niet altijd zo. Jij geeft ook al aan van je hebt niet altijd contact met de zorgverlener. Ja, gelukkig gebeurt het wel. Het is niet altijd zo en dat zou vaker kunnen. En ik hoor ook wel van dat natuurlijk vanuit zorg is ook niet altijd een volledig beeld van wat het jongerenwerk, het professionele jongerenwerk nou precies is. En wat die betekenis is van jongerenwerken soms in levens van jongeren. En als daar meer kennis ook over is en je zoekt meer die connectie met elkaar op, dan is daar ook nog heel veel te winnen, denk ik, in het verstevigen van de informele steunbronnen van jongeren in de wijk. En hoe zorg je nu, Katie gaf dat al aan, hè? Het zou mooi zijn als die verslavingszorg ons ook opzocht, hè? En dat doen ze soms ook wel. Maar hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld huisartsen, fysiotherapeut, maakt niet uit wat voor zorgverleners of het jongerenwerk ook weten te vinden? Dat is misschien nog niet, zit nog te weinig tussen de oren daar, denk ik. Nee, dat is echt, en dat heeft natuurlijk met het beroep, zeg maar, in ontwikkeling, is heel lang. En ook in de afgelopen 10 jaar hebben we pas echt ook de kennisbasis van het jongerenwerk flink weten te versterken. Dus kunnen we nu ook pas echt goed duiden van wat is het jongerenwerk nou precies, waar werkt het aan, wat weten we over de resultaten van het jongerenwerk. En je ziet dat organisaties dat steeds meer ook benutten om zichzelf te legitimeren en te laten zien van dit zijn we, dit kunnen we betekenen. Die preventieve waarden die ze zijn. Dus dat draagt ook wel bij om meer bekender te worden. En dat zie je nu ook wel steeds meer gebeuren, maar er is nog veel te winnen. Ja. Mooi. Ik zie ondertussen nog wat dingen in de chat komen. Nog even een reactie van Reinier op de vraag over de effectiviteit. En dat ben ik volledig
met je eentrein hier, kan je niet zien. Het is uiteraard ook een hele moeilijke vraag, zegt hij. En het WRR-rapport over de houdbare zorg vraagt om keuzes in schaarste verdelingen. En daarom moeten we natuurlijk overal kijken wat het effect is wat we met zorg bereiken. En dat is dat onderschrijf ik van harte. Nog een vraag van Danny van den Akker. Van den Anker, moet ik zeggen. Ik denk naar aanleiding van jouw opmerking, Hendrik, over niemand kiest voor een verslaving. Wat doen jullie, alle drie, vanuit jullie posities, jullie eigen posities, met het stigma rondom verslaving? Laat ik eens bij Katie beginnen. Jij zit, ja, ik zit even te denken. Precies, in de verte te staren om iets moois te bedenken. Ja, nee, ik zit even in de verte te staren om iets moois te denken. Nou ja, ik ben naast dat ik jonger werk, ben ook ambassadeur geweest bij Samen Sterk Zonder Stigma. Omdat ik juist ook het stukje stigma heel erg belangrijk vind. Ja, als ik kijk naar mijn werk, als ik in de wijk ben, is iedere jongere gewoon, ja, maar is gewoon zichzelf. En of iemand nou verslaafd is of, maakt mij niet zoveel uit. We komen gewoon om te ontmoeten en we zien vanuit daar wel verder. Als het om stigma gaat, sowieso. Vandaag werd ik toevallig gebeld over een jongere die ook op zoek was naar iets in zijn wijk. En toen vertelde die hulpverlener ook van ja, en hij heeft laatst een zelfmoordpoging gedaan. En hij is suicidaal, maar kun je daar dan wel iets mee? Ik zeg, wat wil je daar mee gaan doen? Moet ik zorgen dat hij het niet meer doet? Of ik zeg, er zijn zoveel jongeren met problemen op allerlei vlakken. Als je het niet had verteld, had ik het niet geweten. En dan was hij ook gewoon welkom. Ze zijn gewoon welkom allemaal. En ik denk niet dat wij echt kijken naar van, oh, dat is een junk. Of, om het zo maar even plat te zeggen. Ja. Ja. En moet je soms anderen een beetje opvoeden, waarvan je denkt, ja, maar die nou, heeft wel merkt, dat stigma? Nou ja, wat je merkt in de wijks natuurlijk, als de jongeren blowen, ja, dat roept wel wat op bij mensen. En ik denk dat wij vanuit jongerenwerk daar ook wel in investeren, door het contact aan te gaan met de buurt. We werken samen met politie, met gemeente. Als het gaat om overlastmeldingen ook, dat is wel iets wat je vaak terug hoort van, oh ja, dat bankje, al die rommel. En als wij in de wijk zijn, proberen we ook al met jongeren daar het gesprek over aan te gaan. Van, hey, heb je door hoe je overkomt op bewoners? Maar we hebben het ook met bewoners over van, heb je al wel eens met ze gesprek aangegaan? Heb je wel eens met ze gepraat? Proberen daar ook wel in te steunen. Soms gaat dat goed, soms niet. Je merkt dat het in de wijken wel is, maar als je daar ook het gesprek over gaat, vaak komen mensen uit de wijken dan ook achter van, ach, verrek, dat is de zoon van die en die en die woont achter bij mij. En dan kan het ook al een hele hoop weghalen. Ja, dank. De vraag was van alle drie, Jolande? Ja, ik kan aanvullend op Katie, van dat we ook zien van, ja, dat dus jongeren ervaren, dat het een plek is waar ze mogen zijn wie ze willen zijn, zeg maar. En dat goed is, dus ja. dat stigma inderdaad dan wegvalt en dat ook heel erg bij kan dragen aan het versterken, hè? Of het vormen van je identiteit, van wie ben je, wie wil je zijn, hoe herken je je in anderen, dat het een fijne plek kan zijn om dat te vormen. Ja, dat wilde ik aanvullen. Ja, dank. Hendrik, heb jij nog iets toe te voegen over stigma? Stigma, ja, je hebt natuurlijk stigma en zelfstigma. Ik weet nog goed dat ik net lid was van de cliëntenraad, en in de bus de stukken zou doornemen. Maar ik zag daar Nova de Kentrum op staan. Ik dacht van, dat ga ik niet lezen in de bus. Want wat denken ze misschien? Maar daar moet je op een gegeven moment doorheen. Stigma is van alle tijden. En ook een stichting als Diversion, die daar nu ook flink werk voor verzet om stigma te bestrijden. Het is zelfs tussen mensen die een afhankelijkheid hebben, is er stigma. Ik heb de gebruikersruimte in Breda bezocht en daar moest een aparte ruimte komen voor mensen die alcohol gebruikten. Die wilden niet bij de junks zitten. En de junks dachten van, ja, maar dat zijn alcoholisten. Dus ja, in die zin hebben we met elkaar een weg af te leggen. Zo van, ja, accepteer elkaar zoals je bent. Heel mooi zoals je dat verwoordt, Hendrik. Ik kijk ook even naar
mijn moderator erop. Kan je amper zien. Ja. Mag ik zelf ook even iets inbrengen, Dieke, of is dat helemaal verboden? Ja, als ik dat stiekem mag, mag jij dat stiekem ook erop. Dus. Nee, ik wou nog heel even ingaan op het verhaal van Reinier Haneveld van wat de effectiviteit is. Losgezien van het feit dat er heel veel binnen verslavingskunde Nederland ook gebeurt op het terrein van kwaliteit bevorderen juist van verslavingszorg. Is ook een belangrijke dat we weten bij verslaving dat naarmate je dus verder op de rit zit, het veel moeilijker is zeg maar, om effectiviteit te bewerkstelligen. Dus hoe verder in de verslaving, hoe moeilijker het is. En daarom vind ik soms wel eens jammer dat, en zeker omdat het wel mooi is dat Reinier inderdaad ook adviseur is bij CZ, dat juist in het voortraject en juist in preventie er heel veel meters gemaakt worden de afgelopen jaren met heel veel effectieve interventies, waarin CZ ook wel een heel belangrijke rol zou kunnen vervullen. Dus dat is wel iets wat ik wou aangeven. Dan ga ik gewoon weer een rol als moderator, wat mij betreft. Jeroen de Brabander, geeft nog zelf als opmerking bij de inzet van ervaringsdeskundigheid. Dat het vermindert de kans op terugval aanmerkelijk. Dat zal waarschijnlijk ook zijn ervaring zijn. En daarnaast is het zo dat hij ook aangeeft dat het herstel na verslaving, dat het voornamelijk opbouwen is van een gezond leven na de kick. En dat dat natuurlijk een hele belangrijke is. En misschien dat Hendrik daar nog iets over zou kunnen zeggen. Wat Jeroen aangeeft, dat herken ik ten volle. Nou laat ik dan even een stukje over mezelf vertellen. Ik was gehuwd, had twee lieve dochters, heb ik nog steeds. Maar in die periode van die verslaving, ja, toen waren Coca en Ine waren mijn grootste vriendinnen. En de anderen die stonden erbij en keken ernaar. Dat leidde dus tot een scheiding enzovoorts meer. En toen ik die verslaving voorbij was en weer begon te werken aan een nieuw leven, een nieuwe toekomst, toen kwamen de kinderen ook weer bij mij thuis. De jongste krijg ik ook altijd de credits zo van, want dan denk ik wel eens van, goh, ja, ik zit in al dat werk, wat zeg je daar dan van als er naar gevraagd wordt? Nou, dat je daarmee bezig bent. Ik vind het fantastisch dat je dat doet. Je helpt andere mensen. Nou, wat kan je voor beter compliment krijgen. En dus, je bent ook ondertussen opa, toch? Lies, zeker. Ja. Ja. Dank. Dankjewel, Jeroen. Even kijken. Ik kijk even in de chat. Daar mag er nog een eentje? Ja, je mag nog wat zeggen. Er was er eentje niet, maar dat was meer een toevoeging van Reinier. Daar straks zei Katie iets over dat de prijs van een pakje sigaretten, dat ook wel een hele belangrijke is, zeg maar. En hij noemde nog als aanvulling daarbij dat je ook kunt denken aan peuken en milieuvervuiling. Daar kun je natuurlijk ook over met de jongeren hebben. Ja, kan zeker. Ja, er zijn gelukkig ook een hoop jongeren die zich nog wel bezighouden met afval. Maar ik denk niet bij iedereen wel eens. Nee, dan zeggen ze, doe dan zo'n tegeltje waar je het in kunt gooien en dan gooien ze er nog niet in. Ja, maar we kunnen het zeker over hebben. Ja. Zeker. Wat ga ik morgen doen? Mooi. Leuke suggestie. Ik had nog een vraag voor jou ook opgeschreven, Katie. Je had het in je presentatie over dat ouders aan jou vroegen van die jongen van, ja, kan je hem nou niet naar de verslavingszorg sturen? En ik sloeg aan op dat woordje sturen, inderdaad. Want zo werkt het niet waarschijnlijk. Nee. Het zou fijn zijn. Ja. Wat zeg je dan tegen die ouders? Van alles. Met deze ouders had ik de afspraak dat als, en met de jongeren, we hadden een afspraak dat als hij boos wegging thuis,
dat de ouders mij mochten bellen. En dat ze hem dan niet lastig vielen. Zodat hij gewoon even lekker tot rust kon komen. Dus vandaar dat wij ouders best vaak spraken. Want hij kwam vaak om die reden. Ja, en ik denk dat net zoals voor die jongeren, dat ik voor die ouders ook gewoon een luisterend oor ben geweest. En dat ze er verhaal kon doen. En dat ik begrijp dat het pijn doet om het te zien. En ja, kijk, ik heb eigenlijk weinig echt adviezen gegeven. Ik denk niet dat die moeder dat nodig had. Maar gewoon een luisterend oor en weten dat je zoon op dat moment op een veilige plek is, daar bracht haar al gewoon heel erg veel. En ja, je kunt bij de huisarts op gesprek gaan. En, maar dat was eigenlijk niet het belangrijkste. Ze wou gewoon gehoord worden. Ik denk dat ouders vaak ook wel zoekend zijn van, hè, nou, als mijn kind al geen hulp wil, waar kan ik dan heen? En gelukkig zijn er wel mogelijkheden. Ik denk dat het voor ouders ook gewoon heel erg lastig kan zijn. Ja. Ja. Het is fijn om dus, daarom vond ik het in Helvoort zo tof, die ouders aan elkaar kon verbinden. Omdat ze dan ook echt superveel aan elkaar hadden. Mm. En dat voelde dan, ja, ik denk, als ik dan zei, denk ik, als ik kom, we gaan naar een praatgroep. Dat ouders dan denken, ja, nee, dat heb ik niet nodig. Maar als je als ouder iets aan dat probleem ging doen en je keek vanuit de talenten, dan vonden ouders dat ook een stuk fijner. En dan zie je bij jongeren eigenlijk hetzelfde. Als ze mee mogen denken over beleid of als ze mee een verschil mogen maken, praten ze ook over hun problemen, maar vanuit een krachtige manier. En dat, ja, dan zie je dat dat wel heel goed gaat. En Katie, wat is nou de waarde ervan dat jij zeg maar daartussen staat? Hè? Want dat zie je veel vaker, dat de jongerenwerkers ook vaak goed contact met de ouders hebben, of moeder hebben, of een van de ouders hebben. En dat je natuurlijk in die fase van jong zijn, dat er vaak conflicten zijn tussen ouders en jongeren. Ja. Dat jij daar dan bent, zeg maar, in dat... Ja, ja, ik denk dat, als ik het met jongeren erover heb, dan zeg ik altijd, ja, er komt een tijd in je leven, dan praten jullie even een paar jaar een andere taal. En ik praat jullie taal en je ouders taal. Dus... Als ik dan bemiddel, ik zeg altijd Chinees. Ik zeg, dan kan ik even de Chinees vertalen en dan snappen jullie elkaar misschien meer. En ik merk dat heel veel jongeren dat heel fijn vinden. Omdat ik met hun kan levelen. Maar natuurlijk ook vanuit professionaliteit met ouders kan levelen. En dat is wel waardevol. Ik vind de jongeren ook heel fijn. Soms maakt het ook wel iets te makkelijk. Het is ook fijn om het samen te doen. Maar ik heb heel veel ouders ermee gerust kunnen stellen. Ja, een hele mooie toevoeging dat je het jongerenwerk ook betekent ouders erbij betrekken. Ja, je ziet het ook in het onderzoek terug van de voorbeelden van intensieve gezinstherapie bijvoorbeeld die op een gezin zit. Die vaak wel goed contact met ouders hebben, maar geen goede ingang met dan de jongeren krijgen. Ja, en dan, het heel waardevol kan zijn als de jongerenwerker maar wel goed contact tussen de jongeren en de jongerenwerker is. En het lastige is dan, het gaat over intensieve therapie, dus mensen die opschalen denken dan van, oh ja, fijn, er is intensieve therapie. En als ik dan jongeren vraag van, hoe vind je het? Ja, ze praten alleen met mijn ouders. Dat is dan niet, en dat weet ik dan ook wel. Maar de belevenis van de jongeren is wel, ja, ik zou keiveel hulp krijgen, nou heb ik pas een paar keer gesproken. Die zien dan niet van, oh ja, maar ze investeren ook in je ouders. En juist dat daar ook dingen anders gaan. Het is voor jongeren moeilijk om te zien. Dus jij bent soms een soort ondertiteling van wat er gebeurt. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Mooi, dankjewel. Rob, heb jij nog laatste brandende dingen? Anders ga ik hem afsluiten. Er zijn verder geen vragen meer. Ik heb wel zelf eerlijk gezegd nog wel een leuk voorbeeldje van samenwerking tussen jeugdzorg en verslavingszorg. Ook in de regio. In januari is in Eindhoven, heeft het jongerencentrum Dynamo daar samen met Novedic Kentron een leuk project gestart, dat heette Ik Pas Cannabis. Dat betekent 30 dagen je cannabisgebruik zeg maar, op pauze zetten. En wat dan leuk is, is dat dan binnen het jongerencentrum, dat dan van die terugkombijeenkomsten plaatsvinden van deelnemers aan die interventie. En daar werkt eigenlijk zeg maar, Novedic en het jongerenwerk eigenlijk heel goed in samen. Ja. En er worden natuurlijk heel veel leerervaringen ingebracht. Dus als je het inderdaad hebt over ervaringsdeskundigheid, kan me heel goed voorstellen dat juist ook een ervaringsdeskundige jongerenwerker daar echt een hele goede rol in zou kunnen spelen. Ja, het is heel waardevol om dat soort praktijk ook met onderzoek wat verder te bekijken. Loopt daar onderzoek op? Ja, we hebben een student die daar een thesis over heeft. Oh, interessant. Ja, dat is helemaal mooi. Dan krijgen we ook het onderwijs er nog bij. En dat zijn natuurlijk de toekomstige professionals die dit werk gaan doen. Ja. Dus. Mag ik? Ja, jij mag. Rob die vertelde daarnet dat preventie heel belangrijk is. En dat is het natuurlijk ook. Maar wat we ook zien is dat de overheid nog wel eens wisselturig is. En
zo is er dus besloten om blurring te gaan toestaan, of al toe te staan. En dat ja, binnen het zeg maar doel om mensen zeg maar een gezond leven te laten leiden, doe je mensen die alcoholafhankelijk zijn geweest geen plezier, maar met blurring, ja. Dat ze overal maar... Ik zal het even toelichten voor alle kijkers, want ik weet niet of iedereen weet wat blurring is, maar dat is dat we bij de kapper, dat je daar ook even een drankje mag drinken. Dus dat niet zaken met een horecavergunning ja. Ook, al dus het blurren van gewone activiteiten en drinken. En, correct. Dank Hendrik voor deze toevoeging. We kunnen het nog maar gezegd hebben. Hè, dat zo is het. Geen goede ontwikkeling is. Dan ga ik hem nu afsluiten. Ik heb nog... Volgens mij... Ja. Altijd als afsluiting nog even de volgende zorgsalon. Het thema van de zorgsalons in 2022 is Shaping Change. Dus met z'n allen veranderingen teweeg brengen op de verschillende terreinen. En het onderwerp van de volgende zorgsalon zijn we nog mee bezig. Die is in ieder geval op 30 juni. En als de wereld er zo uit blijft zien qua corona zoals op dit moment, dan gaan we die echt live laten plaatsvinden. Ik dank de aanwezigen voor hun actieve bijdrage in de chat. En ik hoop dat we met z'n allen, ja, echt zeker dankzij jullie mooie presentaties en de ervaringen in het jongerenwerk, verslavingszorg, ja, weer een stapje verder zijn in samenwerking en de inzet van ervaringsdeskundigheid. Ik dank Jolanda, Katie, Hendrik heel erg voor jullie bijdrage en jullie komst hier. En dan ga ik hem hierbij afsluiten. Dank u wel.